Um, zo één segment alleen is al niet zo homogeen als je zou denken. Er kunnen redelijk vlot nog eens 5 à 10 specifieke klantengroepen of klantenprofielen uithalen die daar onderling ook nog heel verschillend zijn. Um, je zou misschien met een, een goed voorbeeld, maar je, het, je zou misschien een bepaalde software aanbieden. Uh -huh. Dat gaat voor kleinere spelers een heel andere. Snelheid, adoptie en implementatie vragen dan ja. voor een hele grote speler. Dat is een goed voorbeeld. Uh, dat, dat zien we vaak in. Software vaak. Dat is misschien het meest herkenbare. Ja. Maar je zou voor je vijf segmenten, pak nu om even kort te blijven, uh, moeten kijken. Um, wat zijn hier nu binnen dit segment de relevante organisaties of profielen die dat wij zouden kunnen bedienen? Misschien daar ook even kort blijven, stel dat dat nog eens vijf per segment zijn. Dan heb je op een gegeven moment een overzicht van 25 um, klantprofielen, bedrijfsprofielen, op wie dat je zou kunnen werken. Um, wat al een veel realistischer beeld is dan we gaan dit segment kiezen en domineren, want dat is ook mm -hmm. al niet zo uh, evident. Um, wat je dan kunt doen en wat uh, wij heel relevant vinden, is dat je op een x aantal parameters, ik uh, denk in totaliteit komen ze op een 8 à 10 uit, het kan verschillen van organisatie dat tot fein, organisatie, ja. waarvan dat je een, een, een paar showstoppers hebt, uh, aspecten die dat absoluut noodzakelijk zijn binnen een samenwerking, ja, om. Uh, om daar vlot stappen te ja, kunnen zetten en, en om, om goede resultaten raad, te kunnen leveren. Ja. Voilà, inderdaad. Ja, dat is uiteraard de afweging dat je uh, tot een vlotte implementatie kunt komen. Dat je rechtstreeks met um, de economic buyer of zo toegang zou kunnen hebben. Um, dat een decision making unit een bepaalde maturiteit heeft. Um, dat zijn een paar showstoppers, noemen we dan. En dan heb je meestal nog in de start van de, van de afweging een aantal nice to have's. Dus dingen die dat wel. Um, interessant zou zijn als die aanwezig uh, zijn. Um, misschien even om bij die showstoppers te blijven, daar misschien de meest herkenbare uh, parameter is de mate van concurrentie. Als, er, als ja. er binnen een segment of binnen een klantprofiel, ik moet even consequent blijven nu hoe ik het benoem, een heel hoge concurrentiegraad is, dan gaat dat waarschijnlijk op, een, op een, uh, een graadmeter van 1 tot 10 dichter tegen de 0 zitten dan tegen de 10, omdat je er minder ga gemakkelijk gaat kunnen doorbreken met je verhaal. Dus dat is er zo een van de meest herkenbare. En van de next nice zou het bijvoorbeeld zijn, hebben we vandaag in ons aanbod bepaalde pricings of formules of pakketten um, die dat voor die koper heel relevant zijn of ja, gemakkelijk te, te verteren zijn of op te pakken zijn. Um, wat je dan doet is voor die 25 profielen uh, die we net hadden, um, de showstoppers um, ja, uh, punten gaan geven. Mm. Um, als, je, als je ziet dat een segment binnen zo'n showstoppercategorie uh, laag scoort... Dan valt hem eigenlijk automatisch af. Het heeft geen zin om je tandenstuk te bijten met je um, revenue team of je sales- en marketing afdeling. Van daarop te gaan werken. Um, en daar heel veel tijd en middelen te gaan verspillen als die toch ja, laag scoren. Omdat bijvoorbeeld de concurrentiegraad heel mm -hmm. hoog is. Um, niet dat dat nooit om te buigen is, maar je wilt natuurlijk voor het meest opportune. Segment gaan of... Je gaat inderdaad, mis meeste weerstand aan het begin zoeken, van voilà, de light met loses. Ja. En die profielen zijn nooit weggegooid, maar je wilt er nu tot ene komen binnen die verschillende segmenten, die dat je ja, ik vind een goed woord, die dat je echt kunt gaan domineren met je marketingstrategie, met je marketingactiviteiten. Um, van de um, overblijvers naar je showstopper-parameters uh, gaat op de Nice to have score ook weer van 0 tot uh -huh. 10. En dan gaat er ja, als je al die scores optelt, normaal gezien één of twee winnaars uitkomen. Eén, een absolute winnaar of twee, die dat dicht bij elkaar zitten. En dat is uw um, ja, top-klantenprofiel, dat is, is uw, top uw ideale klantenprofiel, waar je uh, echt volledig, volledig op moet gaan met je mm -hmm. marketing. En idealiter, dat is dan een factor dat je moet meepakken, dat zit mee in de, in de showstoppers, als ik het goed heb. Heeft, u, heeft die categorie een spillover-effect of een domino-effect op andere categorieën? Als die score daar hoog is, dan weet je, als je een bepaalde uh, klantprofiel kunt gaan eh, domineren of volledig gaan ownen, uh, tussen aanhalingstekens, dan gaan een paar uh, referenties of relevante cases of succesvolle uh, uh, implementaties of cases andere categorieën kunnen overtuigen. Mm -hmm. Dus die, 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 die zijn eigenlijk, je moet eigenlijk eerst een domino steen kiezen, hè, die daar uh, op een, op een Gemakkelijk, Op een efficiënte, slimme manier. ervoor ja. kan gaan zorgen. Oké, okay, die hebben we, die ownen we. Daar zijn we heel sterk in. Die kunnen we goed gaan bedienen. Daar winnen we een. Uh, relatief groot aandeel uh, van de nieuwe business in op jaarbasis. En dan gaan we zien dat we de omliggende of, of de eerstvolgende domino's gaan meepakken. Maar die, ja, dat is al een iets meer analytische afweging tegenover. Ons eerste afweging was meer van. breng in kaart hoe en wat en, en hoe dat je dat kunt gaan doen. Dat is stap 1 natuurlijk. Maar, hoe voilà. ziet hoe zie, hoe zie, hoe zie je eruit? Zo dat is allemaal heel belangrijk. Dan hè? zie je waar de versnippering zit en dan moeten we natuurlijk wat keuzes gaan maken. Ja. En soms is dat niet altijd evident. Hè.